Wat wil je van mij in de eerste ronde? Beelden uit het nieuws van de afgelopen week met de vraag... waar gaat het over? Voor Jan-Jaap en Filemon. Even kijken. Dit is Rusland, denk ik. Fabriek. Wapenfabriek. Zo ziet het eruit. Nou. Ik weet niet welk gedeelte van Rusland dat is. Is dat nu al geannexeerd? Nee, dit was Tata Steel. Ah. Wat? Denk ik. Welkom in Dit Was Het Nieuws. En, het kan een mooi contrast zijn, maar het is natuurlijk... het is funest voor onze gezondheid en voor de natuur, uiteraard. Ik zwem daar altijd. Dat is, ja, serieus. Bij Tata Steel. Ja, ja. Rusland of Tata Steel? Nee, naast Tata Steel. Dat is een van de leukste stranden. Dat verklaart een hele hoop eigenlijk. Ja. Ja. Maar jij zwemt daar in de zee. Ja. Omdat nou, dat is een heel leuk strand. Dat is, ja, al die huisjes. Dat is Noordwijk aan Zee. Ja. En dan heb je aan de ene kant heb je de natuur en aan de andere kant heb je de industrie. Dus dat is een hele mooie manier. En wat fijn is, er zwemt niemand. Nee. Alleen wat vissen die zo naar boven komen. En het water geeft licht. Ja. Heel fijn, ja. Dan, je kunt daar je telefoon in het water leggen en dan laat hij op. Ja. Dat is heel bijzonder. Ik heb dat ook wel eens gedaan. Ja. Maar het schijnt dat daar toch wel stofjes neerdalen... daar in de omgeving, Filemon, die niet goed voor ons zijn. Nee, dat begreep ik. Heb je daar ooit iets van gemerkt, terwijl je daar zwom? Nee, maar in retro perspectief denk ik wel... als ik uit zee kom, je krijgt er wel energie van, zeg maar. Nou, ik was heel moe van zwemmen, maar daar ben ik opgewekt van zwemmen. Ja. Ja. Nee, maar serieus, echt een heel mooi, het is een heel bizar strand. Aan de ene kant heb je dus echt heel mooi natuur. En ik vind dat heel mooi eruit zien. Het contrast, dat spreekt jou aan. Ja, spreekt me heel erg aan. Maar er is een onderzoek gedaan, begreep ik. En daaruit is gebleken dat ze hebben een aantal aanpassingen gedaan, zeggen ze, de Tata's. Mm-hmm. Maar dat blijkt toch in de praktijk helemaal niet zo gewerkt te hebben. Maar het is echt, echt heel erg, want ik sta op een camping daar in de buurt. Op het leuke stukje. Ja, nee, ja, echt wel in de veilige zone, camping Bakken. En daar staan tegenover mij mensen en die hebben eigenlijk ooit een huis gekocht naast die fabriek. Maar die durven daar helemaal niet meer te zitten. Die zitten dus eigenlijk het hele jaar door op die camping. Omdat ze kleine kinderen hebben en ze vertrouwen het gewoon niet meer. Nee. Je kan ook geen fruit buiten laten liggen. Ik kan niet meer zeggen, vertrouw het niet meer. Het is gewoon, daalt kanker neer uit de lucht. En ik wil het probleem niet bagatelliseren. Maar stel, je hebt een huisje echt net onder de fabriek. Dan waait er ook overheen, toch? Als je een beetje... toch? Maar als je een beetje in je huis blijft en af en toe eens een rondje maakt... hè, dan zie je het zo. Ja. Nou, ik zit gewoon even terug te redeneren. Want ik heb jarenlang een huisje gehad op het strand, maar IJmuiden. Je ziet het een beetje. Nou, ik ben echt ziek geweest, ja. Dat wist je toch? Ja, jij bent ziek geweest. Ja. Ja, jij hebt longkanker. Longkanker, ja. Ja, natuurlijk. Dus ik ga toch in één keer denken, god, misschien... Nou ja, er zijn onderzoeken die dat aantonen. Ja. Want jij rookt... Nee, nou, ik ben gewoon jong geweest. Maar ja, ik heb wel heel lang bij Tata Steel onder de zon gezeten. Ja. Ja. Nou, maar doe er iets mee. Ja. Tata Steel heeft dus ook... Dat lijkt mij een heel serieuze conclusie. Nou ja, ik weet het niet. Ja, ik had zo'n huisje op IJmuiden. Nee, ik weet het niet. Nee, je weet het. Er staat geen kaartje bij je kanker. Nee, nou, voor mij is wel... Dit is wel voor mij bewerkt. Nee, dit is geen afdruk. Nee. Dat op de foto's er staat mede mogelijk gemaakt. Door Tata Steel. Ja. Maar... een tumor in de vorm van een logo. Ja, precies. Ja. Nee, maar het is echt een schofterig bedrijf. Ik heb voor de oudejaarsconferentie er heel veel over ingelezen... omdat ik het wilde behandelen. Ja. En wat voor me heb ik geflikt, dit gaat volgens mij over longkanker. Er was een rapport gemaakt waaruit bleek dat zij daar debet aan zijn. Mm. Toen hebben ze hun naam uit dat rapport laten halen. En toen hebben ze later dat rapport gebruikt om te zeggen... kijk, wij worden niet genoemd. Ja. Er is niks mis. En er wordt natuurlijk al met Rutte al 12 jaar lang wordt gezegd... ja, maar de werkgelegenheid... En dat kan je niet ontkennen, want er werken heel veel mensen daar. Plus, er gaan ook heel veel mensen dood door dat bedrijf. Die hadden ook banen, dus die komen ook weer vrij. Dus in dat opzicht is het een win-win voor de werkgelegenheid. De uitvaartbranche draait goed. En... Ja, maar ze organiseren wel een heel tof schaaktoernooi. Dan is het niet erg. Er is een man, en omwille van de privacy heb ik even zijn naam opgeschreven. Want voor je het weet noem je de verkeerde. Marco Workel heet hij. Workel. Ja. Dus niet wortel, maar Workel. En die is dus hoofd gezondheid, veiligheid en milieu. Bij Tata Steel. Dat is toch geweldig? Dat is hetzelfde als dat je onder het naziregime verantwoordelijk bent voor de bedrijfsuitjes. Ja, toch?
misschien voor de privacy. Hij heette ooit Wortel, maar die achternaam is ook gemuteerd. Ja, die is gemuteerd. Ja. Wortel. Nou, Wortel. Hij heette Thijs Wortel, het is Marco Wortel. Hele ja. lastige functioneringsgesprek. Maar is er wat aan te doen? Of moeten we het maar accepteren met betere zo? Wetgeving. Ja? Ja, maar het is echt waar. De politiek, Mark Rutte, die, ze zijn nu weer in conclave gegaan met z'n allen. En ja, sommige dingen moeten beter. En oh ja, er moet eigenlijk ook meer geld naar de landbouw. Die doen natuurlijk ook maar wat. Ja. En al die bedrijven hebben geld over en kunnen hele dure en goede advocaten betalen. En die schieten dus gaten in al die wetgeving die er is. Dus het is een gigantisch bedrijf, hè? India's, wil ik niks meer zeggen. Het is een heel groot India's bedrijf. India's eigenaar, ja. Zeker. Vroeger was het gewoon de hoogovens. Hebben natuurlijk geen idee van het mooie strand daar. En waarschijnlijk hebben ze in Velsen allemaal bordjes oost, west, asbest. Ja. Daar trekken ze zich ook niks van aan. Dus echt... Ja, het RIVM stelt in een rapport dat Tata Steel nog steeds grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen uitstoot. De provincie heeft daarom camera's gericht op de rookwolken van de fabriek. Maar dinsdag meldde Tata Steel naar de rechter te stappen, omdat dit inbreuk zou maken op de privacy van hun medewerkers en bezoekers. Ook KLM begint de rechtszaak. Hoewel ze miljarden aan coronasteun kregen, eisen ze van de staat nu een dwangsom van 100 miljoen euro. Ze verzetten zich tegen de afspraken die Schiphol met het kabinet heeft gemaakt om het aantal vluchten te verminderen. Mooi hoor, dat je als medewerker van Tata Steel gaat lopen zeiken over je privacy. Maar ik snap dat niet. Over een paar jaar sterf je aan longkanker en dan mag je blij zijn dat er nog bewegende beelden van je zijn. Tata Steel is wel bezig met een verbeterplan. Zo proberen medewerkers de uitstoot enorm terug te dringen door de rook zelf in te ademen. Voor Peter en Nicolette een filmpje. Kijk, daar gaan we. Ah, dat is Baudet. Ja. Ja. Nou, oh ja, ik weet al meteen waar dit over gaat. Dit zijn een hele moeilijke ronde, dit. Ja, dit zijn de lentekriebels. Ja. Seksuele voorlichting. In groep 3, dacht ik, toch? Zo, zagen we net voorbij komen. Heel vroeg. Ik vind het ook mooi, blijkbaar hebben we geen geld meer om beelden uit de Tweede Kamer te kopen. Dus wij filmen Twitter vanaf een laptop. Dit is een kleuterklas. Dit zijn beelden uit een kleuterklas. Ah ja, precies. Ja, hoe oud zijn jouw kinderen? Ik heb een tweeling van 8 en de oudste is 10. En hebben die al seksuele voorlichting? Dan? Nou, ik praat daar heel makkelijk over. Ik kreeg van mijn ouders geen seksuele voorlichting. Ik kreeg onder mijn hoofdkussen, toen ik 13 was of zo, een boek. Hoe zit het, zo zit het. Dat was mijn seksuele voorlichting. Ook heel eng, dat ze ook dan niet zeggen, we hebben je een boek gegeven, dat je opeens denkt, wie is die enge man die boeken onder mijn kussen over seks s'nachts stopt? Oom Harry. Ja. Maar oké, en jij dat boek lezen? Ik dat boek lezen, ja. Nee, maar dus ik had echt bedacht, nu ik moeder ben, dat ga ik anders doen. Wij praten heel makkelijk en open over seks. En ik vind dit, ja, misschien word ik nu gestuurd. Ik mag het ook hopen, want ik heb een gedeelte van mijn seksuele voorlichting weer van jou gehad. Ja. Ik heb geleerd op BNN wat teabag is. Dat item heb ik gemaakt, Dat weet ik nog heel goed. Ja. Kunnen we het daar nu over hebben? Ja, graag. Weet jij wat teabag is? Teabag, is dat met op latere leeftijd dat je dat je borsten moet gaan doen? Nee, dat is als je als man met je ballen in de mond van het meisje gaat. Ja. En er weer uitgaat. En er weer ingaat. En er weer uitgaat. Dat was zo educatief. Ja. Want daardoor leerde je heel veel over ontstaan van dingen. Want er was blijkbaar ooit een stelletje die dacht, hey, zo zou je ook heet water op smaak kunnen brengen. Zo is deze het uitgevonden. Ik heb het ook een paar keer gedaan, teabaggen, en mijn schaamhaar was daarna Earl Grey. Hoe goed zou het zijn als deze aflevering morgen op school te zien is het onderdeel van de lentekriebel? Ja. Die kans is vrij aanzienlijk. Maar ja, nu ophef en ellende. Ja, ik vind het alleen maar goed dat kinderen vroegtijdig seksuele voorlichting krijgen. Mm. Mijn dochter wilde heel graag dat malletje hebben. Die heeft ze niet gekregen. We wonen op Bonaire. Dat malletje van die clitoris. Omdat daar My Little Pony zadel daar heel goed op past. Maar het is eigenlijk wel absurd dat alle experts, alle psychologen, seksologen zeggen, begin daar nou gewoon vroeg aan. Behalve Dave Roelvink, die zegt dan van, ja, ik heb er ook heel verstand van. En ik denk dat je daar pas op je 18e mee moet beginnen. Ja.
Maar Dave Roelvink die heeft al zijn verstandskiezen laten trekken, toch? laten we die even buiten beschouwing laten. Zit allemaal in Turkije! Maar... Nou, voor mij moet je gewoon, over seks moet je gewoon vooral heel luchtig. Ja, maar het schijnt dan te expliciet te zijn. Ik moet even de andere kant kiezen hier, want we zitten hier met drie totaal geile... en ik heb een kind van 5, dat is een intelligent mannetje. En die vraagt de hele tijd dingen. En volgens mij is dat een beetje, los van Thierry Baudet, is dat een beetje de kritiek van, ja, als je op 5, 6-jarige leeftijd al weet wat pijpen is en dan... En dan heb je toch kinderen die vragen, en kijk jij dan nog wel eens? Of toch, ja, zie mijn kind dat zo vragen aan mij dan. Maar voor mij is het echt zo, zitten we nu niet in een desinformatie, dat ik vraag me af of kinderen in groep 3 wel over pijpen. Voor mij de eerste jaar gaat voor mij over je lichaam. Ja, teabaggen, daar begint het. Nee, maar voor mij gaat het over... Aardnoot, pijp, mies. Aardnoot, pijp, mies, schaap. Ja, precies, ja. Nee, maar voor mij gaat het eerst over dat je je lichaam ontdekt. En dat het voor mij niet raar is als er dingen omhoog komen. En voor mij dat is het begon zelfs heel onschuldig. Ja, maar... Afwasborstel op je huid. Van, is dat lekker of is dat onprettig? Aangeraakt dat worden kan. Dat is totaal niet hygiënisch. Dat zou mij voorstellen trouwens wel zijn. Ik vind kinderen zo fucking goor. Ja, nee, sorry. Ze eten zand, ze likken de reling van de roltrap. Begin eens met hygiëneles. Daarna seksuele voorlichting. Ja, maar het ging er voornamelijk om, en daarom zit het nu ook in Dit Was Het Nieuws, dat het was helemaal niet de eerste week van de lentekriebels, maar nu gingen rare groeperingen op basis van hele rare informatie ermee aan de haal. Wat vind je daarvan, Nicolette? Nou, volgens mij was het meer toch op basis dat hij nepvagina werd meegestuurd, toch? Daar waren mensen woedend over. Als je een zoontje hebt of zo, ja, die kan vanaf zijn 3e of zo al een stijf piemeltje krijgen. Ja. En dat je daar niet gelijk heel hysterisch mee omgaat. Dat je gewoon zegt, nou ja, kan gebeuren en is helemaal niet erg. Zakt ooit wel weer eens af. Ja. 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 Ik weet wel, mijn dochter, die had... Die, ja, dat is best wel een gek verhaal, maar die was altijd... ik loop niet zo heel vaak bloot door huis. Maar soms gingen we dan samen gingen we zwemmen. En dan zaten we, dan zit je in zo'n familiekleedhokje. Mm. Waar allemaal andere mensen omheen zitten. Maar elke keer als hij mijn piemel zat, begon ze te gillen van... Jezus, wat is die groot! Jezus! En het viel best wel goed. Wat ben je, een hele grote piemel! Ja. Mag ik? Ja. Dit is de allerslechtste manier om te laten weten dat jij een grote piemel... Je eigen dochter misbruiken... Om dat te laten weten. Nee, maar ik zei ook tegen haar. Zeer de vraag. Dat is gewoon gezien. Het is gewoon perspectief. Maar ik vond je altijd kind en lijkt alles groot, Philemon. En dan kon je op dat badhokje, durf je ook bijna niet meer aan te komen. Nee, dat is... Al die moeders die zaten te kijken, ze niet. Valt wel mee, hoor. Ja. Maar in plaats van dat je gaat zeggen van, dat mag je echt niet zeggen, moet je er ook natuurlijk een beetje gewoon om lachen. Ja, groot, hè? Heel raar verhaal, inderdaad. Het ging erom dat dit een rare trend is. En we zien steeds meer... Het gaat om dat je niet hysterisch mee omgaat. Ah, maar het wordt veel conservatiever. Dat, gewoon een bepaalde flank is stiekem... willen ze gewoon lekker terug. Ja. Gewoon, wat natuurlijk, wat Philemon zei, experts zeggen... Kijk naar Amerika. Wordt super preuts gedaan. Ook televisietechnisch één tepel en alles wordt gecanceld. En daar zijn veel meer tienerzwangerschappen, veel meer SOA's. Ja. Je moet hier gewoon normaal over kunnen over onderwijzen. En mijn generatie had de breakout. Daar had je een pagina dat 2 mensen naakt. Ja. Dat was echt best wel zinnig. Dat maakte je veel minder onzeker over je eigen lichaam. Dacht je, oh, is dit Philemon Wesseling? Zo groot. Nee, maar ik vond dat was best wel goed. Wij hadden de Wekamgids. Ja, heel eerlijk, als we toch gênante verhalen aan het delen zijn. Heel graag. Ik heb op een christelijke basisschool ook gezeten. En daar werd dus nooit over voorgelicht. En mijn ouders, die werkt altijd. Die hebben mij gewoon verwaarloosd. Nooit iets verteld. Dus ik wist echt niks. En toen zat ik in de brugklas. En voor mij de eerste week kwamen alle jongens in mijn klas erachter... dat ik als enige nog niet had afgetrokken. Dus ik werd heel erg uitgelachen van, oh, weet je niet wat het is? Dus ik onmiddellijk naar huis, die instructies opvolgen. Maar ik wist helemaal niet wat er zou gaan gebeuren, wat er zou komen. En op een gegeven moment tijdens die handeling... ik denk, jezus, wat moet ik plassen? Ik kan niet meer houden. En ik loop de gang op. En ik kom zo klaar. Waar net mijn vader loopt. Zijn eigen zoon. Zo de gang waard in komen. We hadden ook zwart tapijt op die gang. Nou, ik kan wel zeggen, tijdens mijn puberteit... dat is langzaam een zebrapad geworden.
Maar dat krijg je dan, gewoon zo onwetend. Ik dacht gewoon, oh, ik moet plassen. Ik dacht, wat gebeurt hier allemaal? Was wel lekker? Nou, ik denk de eerste keer. Nou, ik denk niet het moment dat het eruit komt bij en je kijkt je vader aan, dat ik echt... Ja. Sindsdien kon ik niet meer anders. Nee. Hoe lang heb je daar nog last van gehad? Ik weet nog, ik was bij mijn opa. En, Het was de week van de Lentekriebels. Een projectweek waarin basisschoolleerlingen seksuele voorlichting krijgen. Conservatieve stemmingmakers wisten hierover de nodige ophef te veroorzaken. Zo beweerden ze ten onrechte dat kleuters werd aangeleerd hoe je moet pijpen en hoe je aan anale seks doet. Hoewel hier niets van waar is, leidde dit tot kamervragen en bedreigingen richting medewerkers van Rutgers. Het lijkt een breder probleem. Desinformatie uit rechtse hoeken leidt steeds vaker tot misplaatste volkswoede met alle ernstige gevolgen van dien. Leerkrachten leren kleuters helemaal niks over anale seks. Het maken van een rij gaat een stuk sneller als kinderen gewoon elkaars hand vasthouden. We kijken even naar de stand. In Venetië is een man van 3 hoog het kanaal ingesprongen. En hier is het 4-4. Ja, Corio, dit was harde shit toch, ouwe? Wil je meer van die lijpe video's? Like en abonneer. We gaan die fatsoens voor je hosselen.